Bom noite, welcome back na Chasing Health. Meu nome é Tânia Everts. Nos podcast Chasing Health, o foco é ir para cuido subir se, -se aqui na Aruba. E todo episódio nós foco é ir diferentes temas, não, né? que popular, ou então tema interessante para papéis ouvir de diferentes organizações, Ahoi! we is de binko om persoonlijk op de die aan je passa. Kunt meneer Hans, welkom Hans. Dankjewel, dankjewel. <laughs> leuk om hier te zijn. En ga ik je nog eens bijzonder naar een tijdje maak ik Hans staan Dus deze jaar gaan we nog een keer de One Healthy You Event houden. Aan um, welke dag zou deze event eigenlijk plaatsvinden en wat is Healthy You Event precies? Um, ja, One Health U-event uh, is inderdaad een, een dag waarbij we eigenlijk uh, alles met betrekking tot held um, organiseren op een locatie. Mm -hmm. En uh, voor iedereen eigenlijk bes ter beschikking hebben, gratis om uit te proberen. Dus dat kunnen sporten zijn, uh, workshops, informatie. En uh, we hebben dat op uh, zaterdag 15 april. Okay. En welke uur zal dit, zal dit gewoon de hele dag zijn? Is het de ochtend of s'avonds? Um, het is van 8 uh, uur s ochtends tot 1 uur s middags. Oké, okay, perfect. Ja. En de locatie gaan jullie gewoon bij de Eagle Beach houden, toch? Ja, het is dus bij Eagle Beach. Uh, best een breed stuk. Dus we hebben eigenlijk vanaf uh, de speeltuin naast Costa Linda mm -hmm. um, uh, tot en met uh, Amsterdam Mener, waarbij op het. Op het ja, eigenlijk het strand en het fietspad uh, allemaal uh, ja, activiteiten zullen zijn. En je gewoon eigenlijk langs kan lopen. Ja, en van vorig jaar, ik denk men, de meeste mensen herinneren dat er was verschillende activiteiten hadden bij Arikok, bij de Stadion in Dakota, bij Casa Cultura. Dus echt breed soort sporten, activiteiten en ook organisaties die bij waren. Waarom zo'n kleinschalige of een kleinere ruimte hiervoor? Uh, nou, het was wel, wel een beetje bewust. Want aan de ene kant, vorige keer was het mooi verspreid over mm -hmm. het eiland en dingen. Het enige nadeel was is dat je ook wel weer, als je verschillende dingen wil proberen, wat beperkter was natuurlijk in. Uh, ja, als je aan de ene kant bent, om naar de andere kant te gaan. Mm -hmm. En we, we willen dit jaar echt meer proberen. dat eigenlijk alles zo goed als naast elkaar is. Mm -hmm. En je zo, dus of het nu uh, yoga is. of oefenen voor een triathlon. of een, uh, een workshop met nutrition. dat je eigenlijk dat ja, gewoon. Ja, binnen een paar seconden bij het volgende bent om dat te kunnen proberen en uh, informatie te krijgen of kijken wat je leuk vindt. Ja. En normaal, wanneer mensen zijn, ja, horen van One Health to You: het is niet met een aim om een persoon die fit is. Het is gewoon iedereen gewoon mag meedoen als je echt goede conditie hebt en niet goede conditie, maar is er een bepaalde leeftijd van mensen die mochten meedoen of willen meedoen? Uh, nou, we hebben het best heel breed, dus eigenlijk al van vier vijf jaar. Okay. Dus we hebben uh, toddler gym, uh, uh, activiteiten voor kinderen, uh, verschillende van yoga tot en met boksen. Uh, uh, alle at atletiek uh, sporten, dus de atletiekvereniging is ook van speerwerpen, kogelstoten, verspringen. Mm -hmm. Voor jong en oud. Mm -hmm. Dus het is echt um, ja, voor alle leeftijden uh, heel bewust uh, mm -hmm. gedaan. Ja. ja, en ik kon zien dat verschillende organisaties beginnen een beetje daarmee te promoten. Eén van hun is gewoon DWG, als organisatie van over die ja, nutrition values... En, Ethics met gewoon gezondheid eten. Maar welke andere soort organisaties dan apart van sport kunnen we eigenlijk verwachten? Uh, ja, in, in principe heel breed uh, met, uh, met gezondheid. Dus dat, dat kan zijn een uh, Mary Joan of een Bob die informatie geven over uh, borstonderzoek en, um, en kanker. En dat, maar dat kan ook zijn een, um, uh, een uh, HIAS die weer met uh, vluchtelingen en gezondheid werkt... Um, uh, gewoon ja, sportscholen of uh, instanties uh, met voeding, en, uh, een Healthy Life Center, Ibiza mm -hmm. zelf ook die, uh, die uh, daarin ondersteunt met uh, activiteiten voor kinderen. Een mm -hmm. um, Jump 18, die juist voor kinderen met uh, overgewicht en dergelijke. Uh, Um, uh, he, dagelijks bezig is, maar ook die dag activiteiten organiseert. Dus heel breed. En wat jij ook zei, ja, het is One Healthy You heet het. Mm -hmm. um, uh, dat heet ook het ja, Health and Wellness Platform wat we binnenkort lanceren. En waarom One Healthy You? Omdat het he, uiteindelijk gaat het over ieder, ieder zijn eigen gezondheid. Yeah. En de een is misschien meer met voeding bezig, de ander sport heel veel, de ander uh, sport wat minder, maar is wel bewust bezig. En we willen juist aangeven, hé, hey, iedereen doet het op zijn eigen manier. Yeah. En juist met die dag ook dat iedereen iets kan vinden wat misschien kan helpen om iets met gezondheid te doen, maar wel wat bij jou zelf past. Ja, en ja. Een eentje apart die ik zag... dat jullie zullen ook uh, yoga en meditatie daar aan um, geven. En ik denk dat het is heel apart, want we mensen linken ook de meditatie... als een methode of een techniek voor mental health en well-being. Dus ik vind het, de overal healthy effect is gewoon niet alleen fysiek... maar ook mentaal, Allee. emotioneel. Die mensen die dag kunnen een beetje meer gaan leren. Ja. Maar als we kijken over die... Um, die organisatie en de hele planning voor activiteit. Hoe lang was deze organisatie in de works? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomstige activiteiten die misschien One Healthy to You of uh, meer de organisatie willen meebereiken als een activiteit? Ja, we, hebben, we zijn uh, we zijn wat maanden bezig geweest, inderdaad, met, uh, met voorbereiden. Ook omdat we dit jaar iets anders doen dan vorig jaar, dus bij elkaar. Mm -hmm. um, dus daar hebben ja, we ongeveer. Uh, uh, vier, vijf maanden mee bezig geweest. Mm -hmm. um, en ja, nogmaals, dit is de eerste keer dat we het bij Eagle Beats doen en bij elkaar. En um, het idee erachter is ook wel dat we het... Uh, het wordt een jaarlijks event en uh, het idee is wel dan om dat jaarlijks op Eagle Beats ook te doen. Okay. Um, en dat we dat langzaam echt willen uitbreiden en steeds meer mensen willen meedoen. Um, zowel lokale en in de toekomst ook toeristen. Dus dat je gewoon kan zien, hè, je kan dingen doen, maar je kan ook eigenlijk zien wat heeft Aruba te bieden. Want mm. soms zie je misschien stichtingen of uh, organisaties met mental health, maar wist je niet dat ze... He, dat ze er zijn of aanwezig zijn en dat je er naartoe kan. En dat is ook een van de facetten. Mm -hmm. En dat willen we ook wel echt uitgroeien. Dus echt, he, na deze dag gaan we al nog veel eerder voor weer de volgende verder. Om het ja, nogmaals uh, uh, groter te maken. En mm -hmm. uh, omdat we ook merken dat mensen er heel veel waarde aan hechten. Dat ze uh, ook een dag hebben waarop ze dingen kunnen proberen die ze misschien normaal niet, uh, niet doen. Ja, en de locatie is ook. Heel ideaal, maar het is de periode ook van camping. We verwachten jullie ook dat mensen die daar zitten campen ook kunnen meedoen, of toeristen misschien die bij de Lekkabaan en andere plekken blijven, kunnen ze ook meedoen aan deze dag? Ja, moment? zeker. En we hebben ook wat vrijwilligers die dag en het Rode Kruis. En het zijn ook mensen die informatie geven, dus mensen die er zijn kunnen meedoen. Dus we, we hadden ook bewust uh, ook wel gedacht: hé, hey, het is juist leuk dat mensen er kamperen, want dan mm -hmm. kunnen ze ook gewoon deelnemen aan de activiteiten die gewoon twee meter verderop zijn. Dus dus ja. um, dat zien we alleen maar als een, als een voordeel, inderdaad. En voor de hotels ga, geldt dat ook. Er zijn ook wat hotels die hun gasten al uh, ja, um, de komende week erover informeren. Dat het, uh, dat het is op uh, zaterdag 15 april. En ze gewoon kunnen deelnemen en, uh, en ja. kunnen meedoen. Okay. Er is daar een bepaalde plekje waar organisaties die misschien niet in buiten gaan houden? Dus bijvoorbeeld net als de DWG, vorig jaar hadden jullie ook apothekers erbij. Dus Miho kon als ik botica. Dus we hadden ook daar um, gratis gezondheidstest kunnen bieden aan de mensen. Is dit een bepaalde um, ja, plekje een, of een arena? Of is het in een hotel die mensen daarmee kunnen gaan... om extra informatie of een gezondheidstest te kunnen doen? Ja, we hebben het nu bij uh, MVC Eagle. Okay. Um, aan de voorkant hebben we een terrein ingericht... waar eigenlijk alle foundations en bedrijven die informatie geven over gezondheid... of het nu mentaal, nutrition, bewegen... Um, die staan allemaal bij elkaar bij um, MVC Eagle uh, um, aan de voorkant en binnen op een, uh, op een terrein. Dus dat ja. is uh, gezamenlijk. Ja. Ja, ja, ik denk dat is heel prima, want veel mensen denken van ja, als ik naar de Um, apotheek moet gaan of naar mijn huisarts is dat altijd gewoon heel moeilijk, want ik moet een afspraak doen of ik moet gewoon een aanvraag voor een soort van verwijsbrief aan. Dus al deze steps die ze nodig moeten doen ja. om een, ja, een check-up te kunnen doen. En ik vind het echt best wel prima dat jullie op een help die je dag gewoon alles kunnen aanbieden de personen ook informatie en dat ook organisaties die normaal samen met elkaar werken op die dag ook samen met elkaar staan om dus Laten zien dat ja, hé, hey, we werken samen. We kunnen gewoon bepaalde um, service aanbieden aan de mensen. Dit is gewoon gratis. Het is ook bijna de hele jaar gewoon gratis dat de mensen brochures kunnen, um, um, kunnen krijgen of misschien hun test kunnen doen. Of misschien gewoon met iemand kunnen praten, bijvoorbeeld speciaal bij de mental health aspect ook. Dus en wat is de. Um, de main goal dat je gewoon ziet dat kan gebeuren misschien kan gebeuren in de komende vijf jaren met deze event um, nou wat ons wat ons hoofddoel eigenlijk is wat mm -hmm. we ja, wel voor ogen hebben maar het daarom ook een beetje langzaam opbouwen dat we echt een echt een held festival uiteindelijk hebben okay. um, waarbij um, hè, want we hebben ook gezond eten en drinken die dag en waarbij je eigenlijk echt een uiteindelijk een weekend hebt uh, uh, bij elkaar, waarbij je dus ja, alles kan doen. Uh, Workshops, s'avonds met elkaar kan zitten, kan praten, muziek erbij. En um, he, ook het stukje wat je aangaf, mentaal, uh, mentale gezondheid, dat je. Ook um, kan zitten met personen, of ook misschien mensen die je niet kent, of mensen die hetzelfde um, ervaren als jezelf, dat je daarmee kan praten of ervaringen kan delen. Mm -hmm. Dus het is inderdaad, breder dan um, bewegen alleen, maar wel op een leuke manier. En we hopen daar echt langdurig en echt, een, echt meer een festivalstijl van te maken. Ja, ja, en jullie hopen ook gewoon, net als je hebt net gezegd, van dat je. Elke jaar gewoon op dezelfde plekje zou willen doen. Is het ook de bedoeling dat misschien in de komende jaren een keertje ook in San nicolaas of in Poshchikiet ook dit soort activiteit kunnen bieden voor de mensen die misschien in die aren wonen? Ja, zeker. En we willen ook um, ook omdat we een, een bezig zijn om een echt een held- en wellness platform te lanceren, een beetje in mm -hmm. het verlengde van het festival, mm -hmm. waarbij je eigenlijk alles wat op Aruba te vinden is gewoon online kan vinden op de website, mm -hmm. gewoon kan zoeken, net als een soort uh, Google. En wij willen ook wel wat meer spin-offs ook doen, om, omdat we ook wel, uh, ook wel zien dat het soms ook niet voor iedereen toegankelijk is hè, als je het op één plek doet. En uh, we willen zeker daar gedurende een jaar wat, wat meer uh, soort spin-offs van doen door bepaalde... Uh, Um, uh, andere areas zoals San Nicola, Saveneta of, of uh, Santa North, Cruz. Ja, yeah. um, um, yeah, ook een soort markt of een uh, festivalstelt. Uh, te organiseren. Ja, ja, ja. oké. Okay. En ik zie gewoon gedurende het hele jaar. One Healthy Use-pagina op social media was actief met. Wandeltochten in de mond. Dus echt hike-activiteit. Wat voor soort andere activiteiten doen jullie gedurende het hele jaar door? Um, nou, we zijn nu inderdaad bezig met het platform. uitgebreid te lanceren binnenkort. Ik hoop uh, over een paar weken. Okay. En uh, ja, dan kan je eigenlijk. Um, uh, activiteiten van yoga tot en met. Uh, bootcamp, hiking, uh, nutrition workshops, first aid, kajak. Dus eigenlijk alles wat je uh, kan bedenken gaan we, gaan we straks aanbieden. Mm -hmm. uh, en daarnaast ook de informatie. Dus je krijgt ook echt een, echt een gids van, op alfabet van A tot Z. Okay. Waarbij je alle sportscholen, alle huisartsen, alle botica's, uh, maar ook dietitians en alles uh, bij elkaar kan vinden. Gewoon ook gratis. En uh, ja, dat koppelen we ook zelfs nog aan een gratis helpdesk. Daarin zijn we ook in gesprek met de huisarts, zodat uiteindelijk je via het platform gewoon. Zolang het niet medisch is, maar je zoekt een bepaald nutrition supplement. Of een, uh, je woont bijvoorbeeld in paranderen en zoekt uh, iets waar je een um, kind kan bewegen of iets. Dat be beantwoorden we gratis, via de website, WhatsApp of iets anders. Ook ja. om gezondheid gewoon toegankelijker te maken voor iedereen. Ja, het is net als bijna een sociale kaart, bijvoorbeeld. Correct. Gewoon een digitale sociale kaart. Want mensen ja, gaan niet zo vaak naar een uh, organisaties of ze sturen. Ja, je moet ook aan denken van misschien mensen die hebben geen auto's of ze werken. Uh, of wat dan ook. Ja. Misschien hebben ze niet de ja, fast-paced accessibility om daar te kunnen gaan. Maar dat jullie gewoon online, iedereen zit op een telefoon, kunnen ze gewoon via online, uh, via Facebook of Instagram of een website, al deze soort informatie. Um, dat ze kunnen zeggen ja. van oké, okay, dit is de methode om te registreren of wat zijn de kosten ook ermee, et cetera, van een bepaalde sport of een organisatie in principe. Ja. Ja. En voor mensen die misschien niet zijn geregistreerd om mee te doen, dus organisaties, um, waar kunnen ze contact mee nemen of is het via een website dat ze kunnen ook meezitten deze weekend om um, bij de One Health to You event hun brochures of informatie aan mensen te kunnen geven? Uh, ja, dat, ze, ze kunnen ons uh, bereiken eigenlijk via uh, uh, onze social media, dus Facebook, Instagram, One Healthy You Aruba, mm -hmm. um, of via onze website, onehealthyyouaruba.com. Mm -hmm. En uh, daar kunnen ze vragen stellen, ze vinden ook onze WhatsApp-nummer daar, ze dus kunnen ook een berichtje sturen. En um, ja, daar kunnen ze deelnemen. Nogmaals, voor, um, voor iedereen die gewoon dingen wil uitproberen, je hoeft je niet aan te melden, je hoeft niet te reserveren, je kan gewoon komen. En uh, op de website staan alle tijden, hoe laat de activiteiten zijn en uh, wat er te doen is. Okay. Dus je kan gewoon elk moment meedoen en uh, joinen. En als er nog organisaties zijn of anderen die misschien iets willen organiseren en meedoen, kunnen ze ook via... Social media of de website bij ons melden en dan uh, voegen we dat gewoon ook, uh, ook toe. Want hoe meer mensen meedoen uiteindelijk, hoe, uh, hoe leuker en hoe mooier het aanbod ook, uh, ook is. Ja, ja, en ik denk ook voor ouders die misschien kleine kinderen hebben... het is niet de bedoeling dat je zegt van... oké, okay, ik gooi mijn kinderen op deze activiteit, ik ga ook iets anders doen. Oh. Maar het is, je kan als een familie activiteiten dus samen doen... informatie krijgen ja. en ja, misschien een nieuwe sport gaan testen. Kan, gewoon, kan het ook een watersport zijn dat ze kunnen samen doen met elkaar... of is het alleen op de strand? Um, het, op is, de uh, het is alleen op het strand. Er zijn wel wat activiteiten zoals een triathlon... die een soort workshop geven over hoe je van de fiets naar rennen gaat... en hoe je dat snel kan doen okay. en... Uh, dus ook naar, ook naar zwemmen, zwemmen toe. En dat zal zeker volgend jaar wat meer uh, toevoegen. Mm -hmm. Maar ook om aan de kinderen terug te komen, er zijn heel veel kinderactiviteiten. Mm -hmm. Maar als de ouders toch iets zelf willen doen, er is ook een daycare uh, op locatie. Mm -hmm. um, dus die uh, even op de kinderen kunnen letten, maar ook okay. met de kinderen gelijk ook activiteiten doen. Dus, um, dus nogmaals, dus is voor actief. jou en oud en iedereen is actief. Uh, ja, ja. Uh, en bij aanwezig. Ja. ja, en je zei ook bijvoorbeeld Jump 18, net als voor jongere kinderen, is dat ook um, erbij. En ik weet van de DVG Boet, hebben ze ook school informatie erbij voor die dag. Dus ik denk het is heel apart dat verschillende organisaties toch wel blij mee gaan doen. En voor degenen die misschien nog interesse hebben om mee te doen die dag, om gewoon op de social media van de One Health to You, kon, neem contact op. Dat misschien kan, heb je nog spatie voor mensen die mee willen komen. Zeker, ja. ja. Altijd, altijd. Ja, ja. oké okay. En ik denk voor mensen die misschien een um, nieuwe sport willen leren... dit is gewoon je dag om te gaan. Test iets nieuws. Misschien heb je gewoon een curiosity. It piques your interest. Gewoon, doe wat mee. Ja. Het is, iedereen doet het gewoon samen. Het is niet de bedoeling dat je een fit persoon moet zijn... of een pro atleet moet zijn. Om dit te kunnen proberen, gewoon nee. Vanaf de jongste leeftijd, van vier jaar tot net als de oudere leeftijd. Ik weet ook dat de Fondation Movementen te Bieden gaat ook meedoen. En die geven normaal informatie over um, ja, valen. Dus dat mensen um, gewoon preventief zijn. En als je valt, hoe is het beste manier om te eigenlijk valen? Dus om van een safety net. Die geven informatie ook hiermee. En er zijn verschillende, je zei ook, Ibiza gaat meedoen, Jumpitin gaat meedoen, um, Apotheken gaan ook meedoen, DVG gaat ook meedoen, dus oh. verschillende mensen, Stichting Bob, Mary John Foundation. Dus iedereen is gewoon die dag om ja, informatie aan jullie kunnen te kunnen bieden, in principe. Ja, correct. En dat is ook denk ik uh, het leuke, dat het niet zozeer op één groepgericht is, maar dat het uh, nogmaals voor iedereen is en vaak zie je natuurlijk bepaalde sporten. Hè. Er is voetbal en er zijn ook um, um, activiteiten voor mensen met een beperking via Special Olympics. Mm -hmm. um, maar het leuke is, vind ik weer, dat je bijvoorbeeld iets hebt wat je op de Olympische Spelen hebt, zoals kogelstoten of speerwerpen, dat, dat, uh, dat we dat ook hebben en okay. um, ja, dus nogmaals, dat zijn ook gewoon leuke dingen om gewoon een keer gedaan te hebben of uh, te proberen alleen of met het gezin. Ja. Okay. En zouden daar ook uh, um, boots zijn met eten en gezond eten en gezond drink, um, smoothies en zo? Die mensen komen daar om iets kunnen eten of kunnen kopen, materialen kunnen kopen? Ja, zeker. Ook bij de informatiestands bij MVC Eagle en Voy, waar de informatiestands staan, okay. staan ook stands met uh, eten en drinken. Okay. En die ook wat opties hebben van misschien eten en drinken wat je nou al kent, maar dan een iets gezondere versie of iets met minder suiker of producten die nieuw zijn. Okay. Dus uh, ja, zeker. Ja. ja, dus dan kunnen mensen gewoon de hele ochtend daar zijn, ja. hoeft niet uh, daarvoor te gaan eten, je krijgt gewoon iets gezonds te eten, misschien vruchten ook erbij, um, ja, smoothies ook erbij, water, hadden jullie vorig jaar ook een nieuw concept van water in de karton, brengen jullie deze concept deze jaar nog een keer? Um, nou, we hebben inderdaad uh, water, maar we willen ook een beetje ook omdat het wat meer uh, buiten is. Mm -hmm. um, hebben we ook gewoon waterjugs, ook om het, het afval wat, wat uh, te beperken. Maar dat is okay. op bepaalde locaties ook aanwezig. Not en okay. waar de vrijwilligers uiteraard ook weer uh, de mensen kunnen, kunnen, kunnen heen sturen. Okay. Maar wat je zegt van de smoothies tot en met uh, gezonde sparkling drinks of ja. Uh, uh, yeah. Uh, ontbijtballs of andere dingen. Dus, uh, ja, dus ook naast uh, bewegen en workshops, ook uh, eten en drinken aanwezig. Ja, ja, ja. ja wauw, genoeg van de activiteit. <laughs> wow. Nou, Hans, een uitnodiging aan de hele communiteit van Aruba. Um, ja, gewoon van de, nog een keer nog zeggen van welke organisaties. Wat, um, welke dag, de uren ook en waar mensen moeten komen voor deze weekend. Yes, Ja, we hebben 15 april, is uh, One Health to You Festival bij Eagle Beats van 8 uur s ochtends tot 1 uur s middags. Iedereen kan komen, je hoeft je niet aan te melden, dus je kan gewoon uh, komen en alles uitproberen. En um, je kan eventueel wat vinden op onze website: onehealthtoouaruba.com. Maar er is genoeg te doen voor iedereen in alle leeftijden. Dus nogmaals, 15 april van 8 tot 1 uur bij Eagle Beach. Ja, en ook de rooster volgen van de organisaties die bepaalde activiteiten gaan doen ook. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Nou Hans, super, super bedankt om vandaag naar Dankjewel. Chasing Hell te komen. En we hopen nog elk jaar nog meer informatie te kunnen krijgen nou. van jou. En nogmaals, voor de um, launches zijn we ook heel interessant um, in deze ook te kunnen promoten en helpen nou. hiermee dat mensen gewoon actief kunnen blijven voor hun gezondheid met de familie. Gewoon iets nieuws kunnen leren, dankzij de One Healthy You um, activiteit en event. Ja, oh, dankjewel. No, super bedankt. Nou, persona, dan komt het hoop interessant. Ja, award, de 5 di april, di No, take just sore, take honor. um norte, com justa sorte, com um norte. a actividade de One Healthy Utah é um lugar, tem área de Eagle, não lúbida, é só que está completamente grátis, bom, não tem que registrar para nada, bom, não tem que pagar de aí, está aqui, está tem diferentes botões de informação, pode aí ter DVG, Jump 18, Stichting aí Mary o Bob Foundation, também tem diferentes botiquinas, que está aí há situações de saúde grátis também, bingto em in informação, se é sobre bom nutrição, que é que o bebê, que é está de saúde es de, de boa pessoa não se boke registra pa bapalde t chekeu na medico tambe, tabaiting es sake na available, si boke purba differente deporte na ang isso aqui não está grátis, bem sim um deporte novo e o intenção está com o nome certo um pro atleta ou um gente que está ativamente fit para por si um deporte novo não é aqui está para completamente full a família, estão de mais es jovens, estão de idade es mais grande também, bem passa um menino a hupi alegria com outro, hupi a e também diz sim algo novo, então enjoy es solo, aunque longo temporada de campamento mas a com hupi gente de, de viagem com net e fim de semana que não está chegando para back a Europa diz tu pe oportunidade passa um par de minutos e bem sim algo novo e just enjoy a dia também depois pessoa não olvida passa nos meses de chasing health também estou te presente depois um thank you na Hans para vos portar viajar aqui conosco nós esperamos que durante a temporada na que estou bini também o launch de a one health you app E como plataforma Está bem a hora de ativar, de so compartilhar mais informações de esse aqui. Para a pessoa que está interessada in participar do in One Healthy You Event, não se esqueça de ter uma plataforma de social media, também, a One Healthy You Página, Facebook. Tomem contato com Hans, so a senha para a sua organização também para participar e compartilhar com a comunidade de Aruba. Esse aqui é o Chasing Health e passa uma feliz noite. Até outra viagem!